Uit. Dat is fantastisch. Ja, wil je daar ook nog iets zeggen? Dan mag je lang aan zeggen. Je mag zingen. Aan. Perfect. Aan. Die geeft er gewoon lampengeluid. En als een vierde lamp moet ook een geluid hebben om aan en uit te gaan. Maar dan mag je het zelf bedenken. Je mag klappen of poppen. En het moet een soort van rijmen, want de aan moet iets te maken hebben met uit. Dus zeg maar als plap, plop. Zeg maar twee geluiden die met elkaar te maken hebben. Maar toch verschillend zijn. Oké. SpongeBob. Patrick. Perfect. Moet je Patrick vond ik wel goed gevonden. Ja, het eerste wat ook van SpongeBob. Boom. Helemaal willekeurig eigenlijk gegenereerd, ja, natuurlijk, wat heel mooi is. Ja, en eigenlijk sta jij nu ook een klein beetje in het Stedelijk Museum met jouw kunstwerk. Ik sta volledig in het Stedelijk Museum. Of het nou een kunstwerk is, dat is nou afwachten. Want, nou, maar dat dit kunst is, dat is zonder meer natuurlijk. Want mijn kleine bijdrage kan natuurlijk bijdragen tot de precies. Foto's. Nou, daarom wil ik het ook volgen op
indruk die ik ervan krijg, is dat mensen heel erg genieten van hun eigen stem. Verrassend was dat wanneer je dan hoorde, wanneer het terugkwam, dat het dan ook in één keer een compilatie van allerlei zang was. Dus dat was wel erg leuk. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Okay. Kijk, ik had wel vaak gezien in interactieve kunst dat je dan iets zegt en dat het dan iets terug zegt. Maar in dit geval had ik niet verwacht dat laatst ik het dan de programmatuur, wat jullie dan hebben, een compilatie van maakt. En waarom vond je het leuk? Omdat je het grappig vindt. Ja, je kan heel erg zelf aanvullen wat je leuker aan vindt en wat je niet leuk. En de mensen die het niet leuk vinden om te participeren, die lopen langs en die kijken even. Maar de mensen die durven in de microfoon te spreken, die participeren zelf wel. Dus het is zelf afhankelijk van de mensen die langslopen. Dus dat vond ik erg leuk. Dat het echt afhangt van de mensen die langslopen. Ik heb zelf gewoon aan en uit ingesproken. En toen heb ik geluisterd naar wat het was, wat het inhield. Oké, is wel leuk. En nu wordt ze de hele avond afgespeeld in het Stedelijk Museum. Wat vind je daarvan? Ik vind het wel grappig dat ik nu ook zelf eigenlijk een deelneem aan een soort van kunstwerk. Dus dat is juist waarom ik het leuk vind.